Radio Veronica. St. Patrick's Day 2011. Live vanaf Schiphol. Vandaag is het St. Patrick's Day. Overal ter wereld vieren Ieren deze feestdag. Naamgenoot en Veronica-dj Patrick Kikken verhuisde met radiostudio en al naar Schiphol Plaza voor een speciale St. Patrick's Day-uitzending. Met als grote klapper een reis naar Dublin. Hoe valt het op Schiphol? Ja, superleuk. Heel veel vrolijke mensen, allemaal groen gekleed. En leuk om mensen, luisteraars een keer te zien ook natuurlijk. De hele week konden luisteraars kans maken op een plek in de finale. Uiteindelijk werden er 3 gelukkigen geselecteerd. Zij kwamen in alle vroegte samen met een reisgenoot naar Schiphol om kans te maken op het felbegeerde ticket naar Dublin. Ja, we gaan een spelletje doen. We hebben hier 3 grote pullen bier staan. Guinness bier natuurlijk, het eerste bier. Wie van de 3 mannen het eerste glas bier zometeen de pul bier leeg heeft, die heeft zich gekwalificeerd om naar Ierland te gaan. Ik ben een keer in Ierland geweest. Superleuk. Het is echt een soort carnaval, maar dan wel iets geciviliseerder dan bij ons in Nederland. Ik bedoel, mensen gedragen zich daar, ondanks dat ze dronken zijn, toch beter. Hele mooie parades. En ja, alle culturen bij elkaar. Dat is echt superleuk om te zien. 1, 2, 3. Kom op, jongen. Kom maar, kom maar. Moeder Salen, wie heeft als eerste... Wie... Oh, yeah. Ik zie hier wel een beetje beteuterde gezichten. Ik vind het niet echt feestelijk, weet je dat? Ik zit zo'n beetje naar jullie. Nou ja, er zit er maar 1 ding op, Patrick. Jullie gaan alle 3, alle 6 naar Ierland toe! Yeah! Dat is wel grappig, eigenlijk zou maar 1 koppel gaan. Toen dachten we op het laatste moment, ja, ook dankzij Aer Lingus, je kunnen ze alle 3 sturen. Dat is natuurlijk veel leuker, hadden we tot het laatste bewaard als verrassing. Toch nog even een spelletje met ze gedaan met alcoholvrij bier. En hoppakee, in het vliegtuig. Je had dit eigenlijk gewonnen, maar hoe vind je nou dat de rest ook gaat? Dan heb je voor niks gedronken? Nee, helemaal super. En je drinkt natuurlijk nooit voor niks. Maar het is helemaal super, hartstikke gezellig. We gaan er gewoon een hele leuke paar dagen van maken, denk ik. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd, toch? Ook achter de paspoortcontrole was het gezellig vandaag. Welcome at Murphy's. Happy St. Patrick's Day! De Irish Pub stond vanaf 4 uur helemaal in het teken van St. Patrick's Day. En de Ierse volksband Froat Wobbler Mangrove maakte het feest compleet.